Een verre de Jigger en een coup d'alène. De transpers, dat vient du bled. Hoe bien des bafons de la jungle. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ridda in de Ring. En vandaag niemand minder te gast dan Regian Eersel. Hij was de afgelopen week nog te gast bij Vechtersbazen en vandaag bij mij bij Ridda in de Ring. Hij gaat mij weer een techniek leren. Hij heeft laatst zijn titel verdedigd bij ONE, dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Laten we kijken. Rustig man. Hey, leuk dat je te gast wilde zijn in de serie Ridda in de Ring. Ja toch. Deze serie leer ik elke week een techniek van een bepaalde vechter. Mm-hmm. En vandaag met jou. Yes. Dus welke techniek ga jij mij vandaag leren? Vandaag, ja, het is niet mijn favoriete techniek. Okay. Alleen ik ga je een techniek leren, een speciale techniek. Yeah. Het zijn maar drie dingen. Links, rechts, rechterknie omhoog, springen. Hey. Maar er is een bepaalde tactiek. Je weet toch, bepaalde details die ik je ga aanleren. Waardoor je super snel gaat. Ik ben benieuwd of ik het een beetje ga kunnen, maar laten we gewoon beginnen, man. Kijk, als ik hem langzaam voordoe. Ja, dus je maakt links. Normaal ben je gewend om met links in te stappen, toch? Als je links maakt. Alleen nu doe het andersom. We gaan met rechts instappen. Ja? Dan gooi je vanuit rechts voor, gooi je die rechtsdirecte. En vanuit die rechtsdirecte spring je gelijk met de rechterknie omhoog. Goed, hè? Nog een keer. Kijk. De eerste stap is met rechts instappen. Yeah. Tegelijkertijd gooi je links die directe. Boom. Ja? Deze is afleiding, die rechts die directe. Dus deze hoeft niet met power. Het is gewoon boom, afleiding. En dan gooi je linkerknie eerst omhoog. Je zet af met je rechterbeen. Yeah. Boom. En dan gooi je rechterknie omhoog. Oké. Okay. Ja? Ja. Ga je hem denk ik kunnen? Het wordt denk ik geen one-taker, maar we gaan nou even oefenen. Oké. Okay. Dus instappen met rechts. Ja. Rechts is directe en dan die rechterknie omhoog. Juist. Hou nog een keer. Instappen met rechts. Juist. Boom. En dan die knie. Ja. En nu probeer je. Dit was hem. Klein. Nee. Oké, maar dit was slow motion, hè? Ja, ik weet het. Probeer hem wat sneller. Dus echt dat je bam, bam. Boom, die knie gooit. Is goed. Voor de mensen, dit is Chris Baier. Hij zit gewoon eventjes in de hoek te chillen. Waarom even over die knie? Ja. Heb je veel mensen laten slapen door die knie? Of, Heel veel, man. Daarom toch. Immortal. Ja, man. Is mijn trademark. Ja. Sowieso iedereen die tegen mij vecht. Die gaat hem krijgen. Wij hebben uitgebreid gepraat natuurlijk op de Vechtersbazenbank. Dus we weten al een en ander. Ja. Maar ik wil toch nog even over de gedeelte MMA gaan praten. Omdat ik altijd, jongen. Altijd. Je wou je titel nog 5 keer verdedigen, volgens mij, toch? Ja. En daarna MMA. Dat heb ik niet gezegd, maar het is een optie. Het was een optie. Ja. En er was ook een optie om dan tegen Doumbé te gaan. Ja, klopt. Wil je daar nog wat over kwijt? Ik hoef daar niks over kwijt, man. Ik ben, wat dat betreft ben ik heel nuchter. Ja. Ik ben niet zo van mensen uitdagen of ik ga dit doen. Yeah. We kunnen niet in de toekomst kijken. We kijken wel als ik die 5 keer haal, überhaupt. Mm-hmm. Toch? Yeah. Want je kan niet in de toekomst kijken, nogmaals. Nee. En daarna zullen we verder kijken, maar de optie is er. Ja. De optie is er. Maar waarom wil jij je titel nog 5 keer verdedigen bij ONE? Je hebt iedereen al verslagen. Je bent al een soort van legende bij ONE, zeg maar. Wat heb je daar nog te winnen? Klopt. Kijk, wat ik nog te winnen heb is, ik wil de geschiedenisboeken in. Ik wil gewoon geschiedenis schrijven. En ik denk, net zoals die box-up challenge. Ja. Je weet toch, ik kwam ver boven de highscore uit toen. Precies. En dat wil ik ook bereiken bij ONE, zeg maar. Er is niemand in kickboksen. Ik was de eerste kickbokser die een wereldtitel daar won. Dat is al geschiedenis, begrijp je? En dan wil ik ook nog eens de eerste kickboxer worden die hem 10 keer heeft behouden en verdedigd. En geloof me, het kost heel wat om dat record te gaan verbreken. Zeker. Als kickboxer. Ja. In mijn gewichtklasse. Dus. Want je bent op dit moment 29? 30? Ik ben 29. 29. Ja. Hoeveel partijen wil je gaan draaien in een jaar om dit te gaan bereiken? Ik draai ongeveer 3, als het meest zit, 4 partijen per jaar. Okay. Dus ik kan binnen 2 jaar kan ik klaar zijn. Okay. Dus we praten niet over 5 jaar, we praten over 2 jaar. Ja, dus. dan is dat gewoon helemaal prima, toch? Ja. En ik heb nog niet echt het gevoel, ik ben nog niet echt in mijn prime, zeg maar. Nee, je denkt nog dat je veel meer uit kan halen. Ja, ik kan nog veel meer eruit halen. Ja. Ik heb nog een jaartje of 8, 10 jaar, mm-hmm. als ik mijn lichaam goed verzorg. Dus
Ik ben net begonnen, zeg maar. Je bent zeker net begonnen, man. Je bent zeker net begonnen. En het belooft nog veel vuurwerk, denk ik, bij Wanta. Ja, zeker. Je hebt de laatste wedstrijd een bonus gekregen van 50.000. Ja, man. Wat heb je daarmee gedaan? Ja, die is nog op mijn bankrekening, man. Nee, ik heb net een kleine gehad, zoals je weet. En ja, man. Natuurlijk ga ik wat voor mezelf ook opzij zetten. Maar het is toch voor mijn kleine, man. Ja, man. En voor jezelf, wat ga je kopen? Ik zou niet. Nieuwe Louis Vuitton. Nee, maar ik ben totaal niet. Ik ben totaal niet van de merken zo. Nee, man, nee, man. Ik vind het ook zelfs geldverspilling. Louis Vuitton tas voor €2000. Waarom? Je gaat naar de Prima, ik heb dezelfde tas, bij wijze van, zeg maar. Dus nee, man, ik zou het niet weten. Ik denk misschien dat ik op vakantie ga of zo. Ik heb tijd voor mezelf. Zoiets. Ja, je ziet het, kids. Goed omgaan met je geld, hè? Nu is het finale. Deze. Deze gaat echt perfect zo. Je gaat zeggen, wauw. Is goed. Laat zien. Mooi. Wat zijn we? Hoeveel cijfer geef je hem? Eerlijk. Ik moet het nog een keer zien. Oké. 7. 7. Hey. Oké. Okay. Ik denk ook, je bent er mee eens. Ja. Lekker gewerkt, man. En nu zijn we aangekomen bij het onderdeel waar ik het minste zin in heb. Het sparren. Daarin voor deze keer met de champ Regia eerst van hemzelf. Maak jij hem af. Ja man, like, abonneer op zijn kanaal. Zie jullie snel jongens, oes.